Goedendag, mijn naam is Bram Kemper en dit is het nieuws. Laatste plekken voor Schuif aan bij Christian. Woe! 12 maart, start van de week van zorg en welzijn. Hoe ging het bij het Zoetermeer on stage? En Instagram takeover van Marina Meren. Ja, dames en heren, morgen is het 13 maart en houden wij Schuif aan bij Christian. Mocht je hier dus nog bij willen zitten, stuur dan een mail naar Jolanda van den Berg, wat ik hier beneden in beeld laat komen. Het is een high tea die we van 1 tot 3 houden en hier heb je dus de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze directeur. Maar onze directeur heeft dan ook de mogelijkheid om vragen aan jullie te stellen. Oftewel, Schuif aan bij Christian. Vandaag 12 maart is de start van de week van zorg en welzijn. Dit houdt in dat allemaal organisaties in de zorg en welzijn hun deuren openen, zodat jullie kunnen zien hoe het er op de achtergrond aan toe gaat. Hierbij moet je denken dat je in een operatiekamer kan zijn, of je kan een dagje meelopen in een verzorgingshuis. Allemaal heel erg leuke dingen om mee te maken. Wat ook heel cool is, dat als je naar www.weekvanzorgenwelzijn gaat, hebben ze daar een kaart en dan kan je in heel Nederland zien op welke plekken bepaalde dingen georganiseerd worden. Mijn advies is dan ook even om hier naartoe te gaan en laat je meenemen in de zorg. Wat ook heel erg cool is, is dat Marina Meren, wat we al eerder hadden aangegeven, onze Instagram takeover gaat doen. Maar wat heel cool is, is dat zij ook nog eens het account van de Week van Zorg en Welzijn mag beheren op 13 maart. Dus we kunnen haar volgen als je op Instagram naar Variant Zorg gaat. Maar like dan ook eventjes of volg eigenlijk meteen ook de Week van Zorg en Welzijn. Want daar gaat Marina ook in beeld komen. En ik vind eigenlijk dat we haar allemaal moeten supporten. Dus kom op! Woehoe! Afgelopen donderdag was het 8 maart en was het ook Zoetermeer on Stage. Dit hield in dat leerlingen hier naartoe konden gaan om bekend te worden met meerdere beroepen. Zo was Varian dus ook aanwezig met Jolanda van den Berg en Annelies Blokdijk. Wat heel erg leuk was, is dat ze dit jaar ook een doedag organiseerden. Dit hield in dat leerlingen zich konden inschrijven bij een organisatie en die organisatie regelt dan een meeloopdag. Wij hadden dit jaar wel 20 aanmeldingen en we gaan er dus een ontzettend leuke dag voor die mensen van maken. En hier is trouwens nog een kleine impressie hoe het er daar aan toe ging. Hey Bram, we zijn vandaag bij Zoetermeer on Stage, het festival voor VMBO'ers in Zoetermeer. We hopen dat veel jongeren zich gaan interesseren voor de zorg en dat we er veel medewerkers bij krijgen. Dit was het Variant Nieuws. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En daarmee ga ik afsluiten. En zeg ik natuurlijk allemaal weer. De dag is altijd florissant met een beetje variant. Tot de volgende keer.